Ja, ik ben Floro Migro. Ik uh, ben cellist bij Noord-Nederlands Orkest sinds 2013 en aanvoerder cellist uh, sinds 2015. Ja, waarom heb ik dit de, instrument gekozen? Uh, eigenlijk is het wel een, een vrij uh, makkelijk uh, ja, uh, verhaal. Uh, ik ben gewoon naar uh, een concert gegaan in Théâtre du Châtelet in uh, Parijs met mijn oma op een uh, ja, zondagochtend en dat uh, was een recital uh, cello piano. En uh, ja, ik vond dat uh, ja, echt een prachtig uh, klank, prachtig instrument die zo, ja, we zeggen zo dicht bij de de menselijke stem is, maar ik weet niet ja, waarom. Het was gewoon een uh, beetje uh, ja, puur door uh, mooiheid En uh, ja, ik heb uh, gezegd tegen mijn ouders, kijk, ik wil uh, graag uh, cello spelen. En toen moest ik nog twee jaar een uh, solfège krijgen op het uh, conservatorium, heel lang. En dan uh, ben ik eindelijk, uh, ja, toen ik uh, dus uh, bijna negen was, uh, begonnen met uh, cello spelen. Uh, ja, ik heb ook uh, wel um, ja, gezongen in een, uh, ja, in een koor uh, drie jaar uh, lang. Uh, ik heb ook uh, piano en uh, klapsimel, uh, ook een beetje een beetje gespeeld. Maar uh, ja, liefst hello, ja Ja, dus het verschil tussen een gamba en, uh, en uh, cello. Um, dus eigenlijk zijn er twee verschillende uh, familie, uh, families uh, qua instrumenten. Er zijn uh, viola da gamba, dus oorspronkelijk is een instrument uit uh, Spanje. Die is heel populair geworden in Italië. Toen Borgia was uh, gekozen als paus. Uh, en dan uh, uh, bracht hij gewoon de hele. Ja, um, ja, um, ja, cultuur en uh, muziek bij en gewoontes die rondom die uh, kunsten was in Spanje gewoon mee en dan wordt een hele succes Het uh, is dus een hele ja populaire geworden maar dat dat is in de loop van de 15 e 16e eeuw en tegelijkertijd zijn een andere uh, familie dat was de niet de viola da gamba, gamba betekent benen, dat is tussen de benen gehouden maar uh, um, uh, viola de braccio, uh, dus op, op de arm op het arm en, um, en dan deze familie hoort dan later uh, wel viol, uh, alto en cello en uh, omdat je ja, had wel die sopraan, tenor en uh, uh, bass, uh, etc. Maar ja, lang verhaal. Maar um, er zijn twee aparte, aparte instrumenten. Ik kan bijvoorbeeld ook zes snaren. En uh, de cello heeft alleen maar vier snaren. Die zijn op een andere manier natuurlijk uh, gestemd. En ja, eerst in de 15e, 16, uh, ja, 16e, uh, 15, 16, 17e eeuw was echt de Gamba de populairste uh, instrument. Vergeleken met uh, cello, die was alleen maar uh, daarom om continuo uh, partij te spelen. En, uh, dus wel een redelijk, um, ja, uh, ja, niet, uh, ja, niet een kleine rol, maar uh, wel niet als een uh, preponderant uh, ja, instrument. En dan wordt hij pas um, uh, vanaf de uh, tweede helft van de 18e eeuw. Wel uh, steeds populair en dat is wel um, ook de techniek en de virtuositeit is uh, um, ja, ontwikkeld. Ook door componisten die cellisten waren. Uh, namelijk Duport heeft heel veel, uh, ja, dus toen in Frankrijk wel voor uh, een cello uh, gedaan. En uh, dat wordt steeds uh, ja, meer gekozen als een virtuoze en een hele expressieve instrument dan pas later, je hebt ook componisten als enfin, celisten, componisten zoals Popper en dan Davidov, of die uh, hebben een Dotsauer, die hebben een Romberg. Heel veel voor de cello. Uh. En dan, het is gewoon ja, op een, ja, een natuurlijke manier wel een echt belangrijk instrument uh, geworden, onmisbaar in de familie van de strijkers. En um, ja, dat is het ongeveer het verschil. Het celloconcert van, uh, van Dvorak is het beroemdste, populairste, romantiekste en meest romantieke uh, ja, concert. Dus het is ja, voor ons wel een onmisbaar stuk in, in ons repertoire. Ik zei eerder dat uh, ja, cellisten die hebben wel voor de cello hebben gecomponeerd. Die hebben heel veel gedaan voor de cello. Natuurlijk het is het niet het beroemdste concert dat ze hebben wel geschreven. Maar, um, het is e enorm, ja, gewoon, ja, hoe kan ik dat zeggen? Gewoon prachtige stukken voor solo uh, geschreven. Uh, en concerten, zoals uh, ja, Schumann, Cello concert, en uh, eerder wel Heiden, die twee cello concerten, die, die zijn onmisbaar stukken uh, ja, voor ons. Ja, oorspronkelijk, ja, het is wel onze Bijbel die zes suites van Bach. Maar puur uh, over concerten, ja, Naast Dvorak, ja je hebt ja, Schumann. Aan de Franse kant, is, ja, je hebt een, die, een Een concert die heel beroemd is, is van Saint-Sens, van, saint van Camille saint saëns Maar uh, iets minder gespeeld, is dus ook een, een prachtig concert, ook heel romantisch, een beetje dezelfde. Ja, 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 een soort ja, romantische aspect van het muziek. Maar je kan je ook terugzien in een Franse stuk, in een Franse de Edouard Lalo. dat is ook een prachtig concert. En toen ja, ik jong was, ik kon ik niet ophouden met, um, uh, met een CD luisteren van Pierre Fournier, van de ja, meesters van de cello van de vorige eeuw.